Hoe koppel je je iPhone via de Bluetooth aan het Opel-systeem? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Lewis en op dit YouTube-kanaal verschijnt wekelijks een nieuwe video met uitleg over een open model of met uitleg over een open systeem, zoals deze. Nou, ben je nieuw hier? Bekijk je voor het eerst ons kanaal, word dan meteen abonnee en je krijgt als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, de meeste nieuwe open modellen kan je je iPhone heel makkelijk via de Bluetooth koppelen. Je kan daarmee muziek ook streamen en natuurlijk handsfree bellen. Maar hoe stel je dit in? Ik laat je het nu zien. Nou, het eerste laat ik dus zien in de Navi 5.0 systeem. Deze is onder andere te zien of te vinden ook in de Opel Crossland X en de Opel Granite X. En daarnaast is hij ook in de Opel Combo. En een soortgelijk systeem bevindt zich ook in de nieuwe Opel Corsa. Nou, dit werkt eigenlijk als volgt. Wanneer ik voor het eerst een telefoon wil koppelen, dan druk ik uiteraard hier op het icoontje van de telefoon. Dan krijg ik dus deze pagina in beeld, hè, dat hij de Bluetooth kan zoeken. Ik kan uiteraard via deze knop kan ik zoeken naar het Bluetooth apparaat, maar het makkelijkste om dat te doen is om dan je telefoon te pakken. En wanneer ik dus bij de iPhone mijn telefoon dus bijpakt en ik druk op instellingen en dan ga ik naar de Bluetooth knop, dan verschijnt dus hier de lijst waarmee ik al het wil me verbonden zijn, dan heb ik dus aardig veel. En hieronder zie ik dus daar staan Opel Crossland X. En als ik in een Granite X sta, geeft hij uiteraard de Granite X aan. En in de Combo geeft hij de Opel Combo aan. Daar klik ik op. Dan zegt hij, ik wil een koppelverzoek. Nou, datzelfde nummer komt hier ook in het beeld te staan. Ik druk hier op koppel. En hier op ja. Dan vraagt hij inderdaad ook naar de koppeling inderdaad. Dan druk ik op ja. Dan kan ik hier dus mee aanstellen welke profielen ik wil hebben. Nou, ik doe dan ook de telefoon, pak die automatisch en ook geef van mijn mobiele internet. En linksonder druk ik op bevestigen. En dan is hij gekoppeld. Ik krijg dan op mijn iPhone ook nog een vraag of ik de contacten en de favorieten wil synchroniseren. Die druk ik op toestaan en dat pakt hij namelijk ook heel mooi hieronder. Pakt hij dat ook over. Nou, hiermee kan ik dus uiteraard bellen. Ik kan mijn contacten kan ik hiermee opzoeken en de oproepen wie ik het laatst gebeld heb. Nou, meer uitleg over die stem hebben wij eerder een keer een video van gemaakt. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken, zodat je ook de diepere uitleg over die stem ook kan volgen. Nou, het volgende systeem waar we nu in zitten is het Intellilink 900 systeem. Die is onder andere te vinden in de Opel Mokka X en daarnaast ook in de Opel Astra. Niet het meest nieuwe model, maar het type net van 2019 en daarvoor. En dit systeem kun je ook wel vinden in de Opel Insignia. Ook daarin niet het nieuwste, van niet het allernieuwste, maar ook vanaf bouwjaren van 2018 en ouder. Hoe het daarmee werkt is eigenlijk als volgt. Daarin zie ik ook de icoon telefoon staan. Als ik daarop klik, krijg ik dus dit scherm. Met hier rechts onderin apparaat verbinden. Als ik daarop klik, dan zegt hij uiteraard van apparaat verbinden. He, staat nu de Bluetooth op van de telefoon en zoekt dan naar Opel Intellilink. Dan gaan we dus dezelfde stappen doen die we net ook hebben gedaan. Ik ga dus instellingen van mijn iPhone en dan heb ik hier de Bluetooth. Nou, hier zijn dus alle apparaten waar ik mee verbonden ben. En hieronder geeft hij naar een Opel Intellilink systeem. Als ik daarop klik, dan geeft hij hier inderdaad weer het koppelverzoek met hetzelfde nummer. Ik druk op de telefoon, op koppelen en daarna druk ik hier ook op ja. En dan is hij succesvol verbonden. Ik druk hier op oké en ik zie mijn naam, zie ik daar ook in staan. Uiteraard kunnen hier ook meerdere telefoons in. Dan kun je uiteraard nog een keer op apparaat kun je dan zoeken, de andere telefoon ook koppelen. Hij pakt natuurlijk automatisch pakt hij de telefoon die op dat moment, bijvoorbeeld als je als enige rijdt, pakt hij uiteraard jouw telefoon. Maar mocht je met meerdere of met twee mensen dus in de auto zitten en twee telefoons zijn verbonden, dan kun je hier precies zien met vinkje welke die pakt. Hij zal ze dus niet alle twee pakken, maar je kunt hier uiteraard wel mee wisselen welke je wil verbinden. Nou, als we dan weer hier teruggaan via de knop back en ik daar druk op de telefoon, dan krijg ik ook nog een melding dat ik uiteraard mijn contacten en favorieten wil toestaan. Die druk ik op staat toe. En hieronder geeft hij ook de contacten aan. Recent, wie ik recent gebeld heb. Toetsenbord en de voicemail geeft hij daar ook allemaal aan. Uiteraard kan ik gewoon opnemen. Als ik gebeld word, kan ik hier dus een melding dat ik kan opnemen. Of ik kan ook de knop gebruiken via de stuurwielbediening. Nou, het volgende systeem wat ik wil laten zien is eigenlijk het Navi 4.0 Intellilink systeem. Deze is onder andere te vinden op de Opel Karl en de Opel Adam. En daarnaast ook op de Opel Corsa. En dan niet het nieuwste model, dus maar het model vanaf van 2019 en ouder. Dit model kun je herkennen in een iets kleiner scherm dat we net gezien hebben.
Er zitten hier een aantal icoontjes zitten inderdaad in. Sommige hebben wel navigatie zoals deze. En sommige hebben dat niet. Maar de telefoon te koppelen is eigenlijk op de volgende manier. Ik druk hier op telefoon. Dan krijg ik dus het apparaatbeheer. Ik kan dus via apparaat zoeken doen, maar ik heb wel de voorkeur aan om dat gewoon via de telefoon te doen. Dat is toch wel vind ik het prettigste en het snelste ook werken. Ik ga dus met de telefoon hier naar instellingen toe. En dan zie ik hier ook de knop Bluetooth, zie ik daar ook staan. Ik schuif helemaal naar onderen toe. En dan zie ik hier ook, komt er op een gegeven moment ook Opel IntelliLink in beeld. Die klik ik aan. Hij geeft inderdaad weer het koppelverzoek met hetzelfde nummer wat er ook op staat. Ik druk op de telefoon op koppelen. En ik druk hierop op ja. En daarnaast kan ik hier ook uiteraard nog mijn contacten en favorieten synchroniseren. Die ook op staat toe. En als ik dat heb gedaan, dan zie ik hier zo meteen ook de contacten en de oproephistorie. Zie ik wel natuurlijk ook oplichten. Hangt een beetje van de contactpersoon af. Ik heb er aardig veel in staan, dus mij zal misschien iets langer duren. Hier rechts kan ik mijn nummer invoeren, zodat als hij niet in mijn telefoonboek staat. De voicemail kan ik daar ook mee afluisteren. En ik zie naar de contacten en de oproephistorie zie ik nu ook al in beeld. Kan uiteraard als ik gebeld word opnemen via de knop die hier in beeld komt met het naam erbij. En ik kan hem hier ook namelijk ook mee koppelen. Nou, met alle systemen die we net gezien hebben ook nog de mogelijkheid tot een projection. Hè, dus dat is de mogelijkheid tot Apple CarPlay. Daarin hebben we eerder ook een video gemaakt. Ik zal hem uiteraard hierboven even toelichten. Dat is natuurlijk nog een hele mooie functie. Zodat je ook kunt bellen. Dan werkt hij namelijk heel veel met Siri. Dus dat werkt echt op spraakbediening. Echt angstaanjagend ook wel goed. En daarnaast is het ook de mogelijkheid om ook de navigatie. Dus de appkaarten van de iPhone ook over te nemen. Nou, en bij alle modellen geldt inderdaad, zodra die gekoppeld is met de Bluetooth, pakt hij dat dus elke keer weer op. Maar uiteraard kan ik ook de muziek, mijn muziek streamen. Nou, bij de meeste systemen die we net gezien hebben, gaat het dan inderdaad onder audio en dan onder bron. Nou, deze is de knop hier zitten, maar bij de andere systemen zit die misschien net op een andere plek. Dan zie ik ook AM en FM staan, bij sommigen ook nog DAB, USB, inderdaad ook Bluetooth. Nou, als ik die in klik, dan kan ik inderdaad mijn muziek via de telefoon ook streamen naar het geluidssysteem van de auto. Dan kan het wel zijn dat het geluid iets zachter is als ik het via de Bluetooth doe. Nou, daar kan er twee dingen liggen. Je kan uiteraard het geluid hiermee harder en zachter zetten via de audiosysteem van de auto. Maar in de meeste gevallen staat het geluid van de telefoon dan iets te laag. En die kun je uiteraard gewoon aan de zijkant, is daar een knop voor om het volume wat te harder te zetten. Zodat je ook een goed geluid hebt in de auto. Maar mocht je daar niet uitkomen, geef het gerust aan. Dan help ik je natuurlijk uiteraard hiermee. Nou, en ik hoop je hiermee een duidelijke en heldere uitleg hebben gegeven hoe je je iPhone koppelt aan het Opel systeem via de Bluetooth. Dan mocht je niet helemaal uitkomen of heb je nog vragen, stel ze hieronder of bestuur een mail naar hendrik@liewesrode.nl, want we helpen je uiteraard ook graag. Mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt weer een nieuwe video. Ben je nog geen abonnee van ons YouTube kanaal? Vergeet dan niet om dat te doen. Het kost helemaal niks en kan heel makkelijk via de knop hieronder. En je krijgt wekelijks als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, nogmaals super bedankt voor het kijken en tot volgende week. Tot ziens!